comes a time when you're drifting. Comes a time when you're settled down. Comes a light, feelings lifting. Lift that baby right up off the ground. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. There comes a time you and I, we were captured. We took our souls and we flew away. We were right, we were given. That's how we kept what we gave away. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. There comes a time vast beginnen. Heel hartelijk welkom, ook ben je namens mijn partner in crime, Jurgen van Nistelrooy. Ja. We hebben, voordat het debat losbarst, het eerste gesprek aan de thee met de griffier van de gemeente Best, Marcel Baaijens. Goedenavond, Marcel. Ja. Wat is de functie, voor mensen die het niet weten, van griffier? Nou, de taak van de raadsgriffier is dat de gemeenteraad zijn werk kan doen. Hmm. Dus ze hebben het ondersteunen van de gemeenteraad in de volle breedte. En dat kan zijn het zorgen dat de informatie er is. Dat de vergaderingen er zijn, dat de advisering er is. Dus gewoon in de volle breedte zorgen dat de gemeenteraad zijn werk kan doen. Ja, ja. Hoe word je griffier? Is dat een jeugddroom van je? Nou, ik ben. Nee, niet. Het is niet dat ik in mijn kleuterjaren dat van plan was, kan ik wel zeggen. Dat wil ik wel worden. Nee, maar het is wel in de loop van de jaren gegroeid. Ik heb heel wat jaren bij gemeente mogen werken. Mm-hmm. En ja, ik hou van de democratie, om het zo maar te zeggen. Ik geloof daarin. Ik geloof erin dat het toch de bevolking is die de hoogste macht vormt in feite. En dat wordt vertegenwoordigd door de gemeenteraad. En ja, je kunt haast niet dichter bij de democratie werken dan als raadsgriffier of als griffier. Mm. Wat dat betreft heb je ook een heel aparte, bijzondere positie binnen zo'n gemeentehuis, om het zo maar te zeggen. Omdat het merendeel van de ambtenaren voor het bestuur werkt. Ja. Maar de griffier en de griffie die werken juist alleen maar voor de gemeenteraad. Mm-hmm. En daarmee hou je zeg maar in stand dat er een democratie in de gemeente van toepassing is. En het is eigenlijk ook jouw belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat het democratische proces zijn gang kan gaan. Mm-hmm. En dat is een grote uitdaging.
En ik doe dat met veel plezier. Ja. En hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoe laat je dat democratisch proces dan enigszins goed verlopen? Wat voor werkzaamheden moet je daarvoor uitvoeren? Ja, dat is heel veelzijdig. Hè. Een stuk betrokkenheid bij het uitzetten van besluitvormingstrajecten. Dat je ervoor zorgt dat zo'n gemeenteraad een bepaalde positie in kan innemen. Maar ook zorgen dat de informatie die de raad nodig heeft, dat die daar ook terecht komt. Ook zorgen dat gemeenteraadsleden hun werk kunnen doen door bijvoorbeeld te verwijzen naar informatiebronnen of naar plaatsen waar ze informatie kunnen krijgen. Mm-hmm. Een stukje ondersteuning, een stukje vertrouwenspersoon zijn. Het is heel veelzijdig. Het is wat dat betreft heel divers wat je doet. En het zijn allemaal elementjes die eraan bijdragen, althans daarmee probeer je dat toch voor elkaar te krijgen, dat zo'n gemeenteraad als totaliteit, maar ook die 21 raadsleden in best hun werk kunnen doen. Mm-hmm. Maar dat doe je natuurlijk niet alleen, want ook binnen die politieke partijen hebben ze daar mensen voor en een stuk achterban. Maar jij doet dat als je hier vanuit een onafhankelijke positie. Dus zeg maar, de politieke inhoud laat je aan de politiek over. Ja. Het is vooral gewoon gericht op het proces, op het procedure, op ervoor te zorgen dat die raad zijn plek kan krijgen. Ja, oké. Volgende week de verkiezingen, heb je daar ook nog bemoeienis mee? Ja, daar hebben we druk mee. Alleen al om ervoor te zorgen dat zeg maar de overgang van de oude raad naar de nieuwe raad, mm-hmm, vlekkeloos verloopt. Ja. Dat de nieuwe raadsleden ook een weg weten te vinden. Daar moet jij voor zorgen dat ze een weg voor weten. Nou, ik niet alleen, maar daar hebben wij wel een rol in om voor te zorgen dat die nieuwe raadsleden bekend worden met hun nieuwe taak die ze op zich hebben genomen. Want raadslid worden is één en raadslid worden is twee. Maar dan begint de invulling natuurlijk. En ik kan me voorstellen, het is natuurlijk toch een wereld apart politiek. Maar je hebt ook te maken met alle ins en outs binnen een ambtelijke organisatie, college en dergelijke. En ja, daar moeten de mensen toch wegwijs in raken. En daar heb je als griffie natuurlijk ook een taak in om dat te bewerkstelligen. Hoe komt het dat die uitslag zo laat is, Marcel? Ja, de uitslag zal dit jaar later zijn dan we bij de vorige raadsverkiezingen in ieder geval gewend zijn geweest. En heeft alles te maken dat we in dit geval weer terug in de tijd gaan. We hadden de stemmachines, mm-hmm, maar de gemeenten die mogen die niet meer hanteren. Dus we gaan weer terug naar het potlood, het rode potlood. En dat is vooral voor de mensen die moeten gaan tellen natuurlijk enorm karwei. Ongeveer 12.000 mensen zijn 4 jaar geleden wezen stemmen. En al die 12.000 biljetten moeten wel geteld worden, beoordeeld worden. En dat kost gewoon veel tijd. Ja. Dus het zou best eens kunnen zijn dat we pas rond middernacht de uitslag hebben. Ja, die uitslag wordt die dan meteen gegeven? Want wij lezen in de krant dat die uitslag vrijdagmorgen pas bekend is. Ja. Nou ja, kijk, een voorlopige uitslag is enigszins wel te geven, maar dat is natuurlijk met een slag om de arm. Mm-hmm. Omdat je dan alleen maar nog grote totalen hebt, maar zeg maar de verkiezing op persoonsniveau is dan nog niet duidelijk, die uitsplitsing. Dat gebeurt in de loop van donderdag, wordt dat verwerkt, maar het Centraal Stembureau, en dat is nou eenmaal het systeem wat we hebben, het Centraal Stembureau vergadert op vrijdagmorgen om 10 uur, mm-hmm, en die bepaalt de definitieve uitslag. Dus vanaf pakweg vrijdag 11 uur is pas de uitslag definitief bekend. Ja, oké. Waar moet iemand die nou gaat stemmen, waar moet hij in ieder geval aan denken? Stel ik vergeet de oproepkaart of ik heb machtigingen, wat moet ik dan aan denken? Nou, het is zo, als het goed is, heeft ieder stemgerechtigde inwoner van Best een oproepingskaart binnengekregen. Die kan daarmee gaan stemmen, maar als hij bij het stembureau komt, moet hij, en dat is wel een verschil met een aantal jaren geleden, is het verplicht dat hij een legitimatiebewijs bij zich heeft. Dat is al een belangrijk verschil. De leden van het stembureau die hebben de aanwijzing gekregen om mensen zonder een legitimatiebewijs niet te laten stemmen. Een ander punt is dat als mensen met volmachten werken, hè, dus van anderen toestem krijgen om een stem uit te gaan brengen, dat ze ook van die andere persoon de legitimatiebewijs meenemen. En dat is ook een belangrijk punt. Als je dat niet hebt, dan kun je ook niet namens die andere persoon gaan stemmen. Oké. Ik heb nog één vraag. We zijn iets of wat afgedwaald door de verkiezingen, maar we hadden het oorspronkelijk over uw werk als raadsgriffier. Welk aspect van het werk geeft u nou de meeste energie? Wat vindt u nou het leukste? De dynamiek. Politiek is een
een wereld wat eigenlijk te midden van een heel krachtenveld opereert. Hè? De bevolking, de ambtelijke organisatie, de pers, noem het maar op. En te midden van dat krachtenveld moet de politiek opereren. En er zijn natuurlijk allerlei factoren en invloeden van buitenaf. Mm-hmm. En dat maakt de politiek wel heel interessant. Niet altijd op voorhand te voorspellen hoe dingen zich ontwikkelen. En dat is wel heel boeiend. Het is heel dynamisch. Ik hoop dat je het nog een hele tijd kan blijven doen, Marcel. Dat hoop ik en, ook. En ontzettend veel succes volgende week met de verkiezingen. Dank je wel. Ik zit hier heel alleen. Ik vraag me af, wat is het probleem? Alleen is maar alleen. Ik zie het steeds meer om me heen. Het is nu al dat je vond dat je moest gaan. Vraag me af, ben jij nou tevreden met de keuzes die je maakt? Want ik kan niet zonder jou, alleen althans dat. Zoals altijd. Overdag dan gaat het goed. Maar als ik 's avonds naar bed toe moet. Oh, ik heb de wekker al gezet. Lig steeds te woelen in mijn bed. Want ik ben nog steeds ontevreden met de keuzes die je maakt. En ik kan er echt niet meer tegen dat jij steeds weer afvalt. Om het feit dat je moest gaan. Het is nu echt al lang geleden. Het wordt tijd om op te staan. Want ik kan wel zonder jou. Alleen het is wat. Zoals altijd, de factor tijd, ja die maakt uit waar het toe leidt. Oh, de tijd, die leidt, oh geef me tijd.
beginnen met het voorstellen. Niet en dan. Jo van den Boogaard, Ine Meeuwis, Gaston Slagers en Vic Kerkhoff. Jurgen, jij legt even uit wat de bedoeling is. Ja, we hebben 8 partijen die op 3 maart deelnemen aan de verkiezingen hier in Best. En wij hebben opgedeeld, omdat met 8 tegelijk, dan wordt het wel erg vol. We hebben 2 rondes gemaakt waarin ieder 4 lijsttrekkers van 4 politieke partijen een zegje komen doen. Dat hebben we in de vorm gegoten van vragen, stellingen en dergelijke. Waarbij steeds een ander onderwerp van het gemeentelijk beleid aan de orde wordt gesteld. En iedere keer komt 1 van de partijen als eerste. Dat wisselen we af. En de bedoeling is dat daarna een korte discussie volgt. En ik wens iedereen veel plezier, maar ook veel succes. Veel succes voor jullie. Veel plezier voor u thuis. Goed, en in de zaal. De eerste stelling die is voor Jo. Slechts 50% van de kiezers die komt waarschijnlijk opdagen. Zou je eens een andere hobby kunnen gaan kiezen? Een andere hobby, ja. Nee, wat? Als politiek? Ja, het hangt niet voor mij van de opkomst af. Ik bedoel, ik zet mijn eigen in op een manier waarvan ik denk dat die goed is. Is het beangstigend dat er zo weinig mensen, die opkomst zo laag is? Ik vind het heel beangstigend in de zin dat er zo weinig mensen komen en de mensen die niet komen, die juist de grootste mond hebben vaak. En de meeste kritiek. En dan denk ik, als je dan kritiek hebt en je hebt een grote mond, kom dan stemmen en maak een keus. En ja. Dan kun je ook gerichte kritiek uitoefenen. Maar ik vind het jammer vooral. Ja, hoe zit het met jullie? Ja, het is natuurlijk ontstellend als je ziet hoe de democratie in Nederland functioneert. Dan zijn we van oudsher een van de grootste democratieën ter wereld. En dan verwacht je juist mensen, ik ben dat met jou eens, die op enig moment kritiek hebben op de overheid. En dat mag, volstrekt legitiem, maar maak dan ook gebruik van je kiesrecht en de mogelijkheden daarvan. Oké. Ik denk, er is wat te kiezen in Best. En ik denk dat als het moment dat we dat benadrukken, dat er verschillen zijn. Hè, we doen inderdaad met 8 partijen mee. Mm-hmm. En het lijkt echt niet allemaal op elkaar. Er valt wat te kiezen. Oké, Gaston? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk wel, en daar moet politiek ook zich van bewust zijn, dat we moeten zorgen dat wel de mensen ook steeds geïnteresseerd blijven erin en dat ze het vertrouwen ook blijven houden in de politiek. Okay. Dat is ook een signaal wat je doorkrijgt. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En dat betekent dat wij inderdaad wel ons best allemaal doen. Maar op de een of andere manier raakt het de kiezer blijkbaar niet. Nou, in ieder geval kunnen we door, denk ik, naar stelling 2. In die zin, vraag 2. En dan zullen we kijken waar die verschillen dan zitten. Waardoor het toch de moeite loont. Voor die andere 50% die overwegen thuis te blijven om toch te komen. Mm-hmm. Vic, PvdA als eerste. Waarop moet de gemeente volgens jouw partij bezuinigen als in Nederland 35 miljard moet worden bezuinigd? Wat gaan we dan als gemeente bezuinigen? Nou, we moeten de lopende begroting natuurlijk goed bekijken. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar eigenlijk ook al gedaan. Want het is niet de eerste keer dat die bezuinigingsronde plaatsvindt. Dus je moet goed kijken naar je ambtelijke takenpakket. Kan daar nog iets uit gemist worden? Je moet ook kijken naar nieuwe taken en voortdurend oud en nieuw beleid ten opzichte van elkaar afwegen. Ja, maar dat is geen uitspraak over een bepaald beleidsonderdeel. Iemand die er een reactie op wil geven? Ja, daar wil ik heel graag een reactie op geven. Punt 1 vind ik gewoon waar je niet aan moet komen. En als laatste, dat is dat je moet de mens centraal stellen. Dat betekent de minimaal te zwakker in de samenleving moet je ontzien. Dat is een uitgangspunt. Vervolgens denk ik, en dan kijk ik met name naar de afgelopen 4 jaar. Wij hebben geen sluitende meerjarenbegroting gehad. Geen duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van hoe gaan wij in de toekomst met bepaalde zaken om. Die fundamentele keuzes zullen gemaakt moeten worden. En ik denk dat dat een hell of a job zal zijn binnen de politiek om daar gestalte aan te geven. Ik mis dat op dit moment. En ik denk dat die fundamentele discussie met de hele raad, met de gemeenschap, dat die duidelijk goed gevoerd moet gaan worden. Minima ontzien, sociaal zwakker ontzien. Nou, Gaston zei dat iets heel wezenlijks. De afgelopen jaren is er al geen sluitende meerjarenbegroting meer geweest. En dan moeten we nog al die bezuinigingen, die 35 miljard landelijk, daar komen nog een heleboel bezuinigingen op af. En wat dat betreft moeten er echt nog keuzes gemaakt worden om een aantal zaken op een andere manier te doen. En dat betekent dat je echt ook een aantal dingen niet kunt doen die je nu wel allemaal wilt gaan roepen of die we de afgelopen 4 jaar hebben geroepen. Met name een efficiënter ambtenaarapparaat, samenwerken met andere gemeenten waar het kan. Dan kun je al een heel stuk bezuinigen. Een haalbaar centrumplan maken, zodat je daar ook veel minder financiën voor hoeft te reserveren. Dan ben je al een heel eind. Jo? Nou, wij denken dat je allerlei dure verkeersmaatregelen niet moet nemen. Al die dure turbo-rotondes, dan komt er iets eerder die rotonde voorbij, maar dan komen er bij de volgende weer in de file te staan.
En zo, dus volgens mij lost er niks op en ik denk dat je daar heel veel geld mee kunt besparen. Gewoon, en mensen moeten een beetje flexibeler gaan zijn in de arbeidstijden. Let op, ik zal even uitleggen. Want om voor een half uurtje 's morgens en een half uurtje 's avonds allerlei hele dure verkeersstructurele maatregelen te nemen, dat vind ik onzin. Je hebt 24 uur duurt een dag, voor twee halve uurtjes dat mensen in de fiets staan, gaan ze liggen miepen en liggen mouwen. En dan moeten wij allerlei dure voorzieningen doen. Niet doen, als we moeten bezuinigen, daarop bezuinigen. Fik, ik wilde graag nog een reactie, want daarnet werd er toch tegen het huidige beleid werd behoorlijk kritiek geuit. En geef je graag de kans voor een reactie daarop. Ja, ik denk dat Jo gelijk heeft als hij zegt van je moet je verkeersmaatregelen tegen het licht houden. Turborotondes zijn al geschrapt. We gaan enkelvoudige rotondes aanleggen. Dus wat dat betreft hebben we de les al geleerd. En ik vind dat Ine en Gaston gelijk hebben. Je moet ook die minima ontzien. Dat vind ik heel belangrijk. En je moet ervoor zorgen dat je die meerjarenbegroting sluitend krijgt. Door inderdaad beter samen te werken, ook met anderen, regionaal. En zorgen dat je daar de kosten op terugbrengt. Ja, iemand nog? Ja, ik denk dat behalve de regionale samenwerking, wat een hele belangrijke is, denk ik ook dat het heel belangrijk is dat je bepaalde zaken die niet tot de core business behoren van deze gemeente, dus uitvoerende zaken, dat die worden afgestoten of in ieder geval elders worden omgebracht. En daar kun je heel ver in gaan om een stukje synergie te krijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld, en dat is misschien wel, maar er moet veel bezuinigd worden, vandaar dat ik met een voorbeeld kom. Waarom zou je de uitvoering van de WMO niet of echt uit kunnen besteden, dan wel kunnen samenvoegen met een aantal gemeentes? Daar kun je enorm veel mee besparen. Automatisering, samenvoegen. Waarom moeten we dat als gemeente zelfstandig doen? Oké. Ja. Nog iemand? Nou, de laatste voorbeelden hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma staan. Want dan kun je inderdaad gewoon veel efficiënter werken. En een verkeersmaatregel, nou pas daarvoor op, zeg ik. Want dan is misschien op korte termijn wel een kleine bezuiniging. Maar je moet best op de lange termijn wel ook aantrekkelijk maken en ook bereikbaar maken. Goed nadenken waar je op moet gaan bezuinigen. Ja. Gaan door. Je hebt het al een beetje aangesneden, in. Is het allernieuwste centrumplan de weg uit de kennelijke impasse? En dan bedoel je met het allernieuwste centrumplan wat de ondernemers van de Stichting het Centrum. Nou, daar is enthousiast op gereageerd. Ja, zeker. Ook door ons. Zowel door het feit dat ze het initiatief hebben genomen, als door de manier waarop, als door de inhoud. En het sloot ook heel erg aan, zeg ik bij. We hebben een alternatief plan gepresenteerd een aantal jaren geleden. Staat nog steeds recht overeind. En daar staat ook in. Kun je dat terugvinden met het nieuwe plan? Ja, zeker. Een heleboel dingen. Want begin met de lege plekken. Geen grootschalige sloop. Laat het gemeentehuis staan. Dus maak het niet ambitieus. Zorg dat je snel kunt beginnen. Zorg dat het haalbaar is. Perfect zou ik zeggen. Ja. Jullie hadden ook een alternatief plan ingediend, Rio? Dat sluit naco's aan bij het plan wat ondernemers ingediend. Maar ik denk niet dat er iemand in best is die weet hoe het eruit ziet. Want het is alleen nog maar gepresenteerd aan de collegeleden van BMW en aan een paar raadsleden. Of ja, de meeste denk ik. Ik zat in Hamburg. Sorry mensen. Maar ons plan van wat de Jonge Partij Jo gepresenteerd hebben in de Eindhovense Dagblad gestaan heeft en in de Groene Nest, ze sluit naadloos aan bij wat architecten en ondernemers. Creëer een plein bij Café de Mens en maak horeca en het winkelen aantrekkelijker in Best. En verbind twee winkelgebieden die nu totaal los van elkaar liggen. Weinig slopen. Maak optimaal gebruik van wat er staat. En door hele simpele verbindingen te leggen kun je toch een aantrekkelijk centrum maken. Ja. Gaston? Ja, ik vind het allerbelangrijkste dat het een realistisch plan is en dat het betaalbaar is. En daarbij denk ik dat het heel belangrijk is dat een heel pragmatische insteek wordt voorgestaan. Gefaseerd weliswaar. Ik denk niet meer dat we met plannen moeten komen die weer een jaar of twee gaan duren. Er zijn een hele hoop zaken die kunnen nu direct worden aangepakt. En dan beginnen we al met heel simpel goed centrummanagement. En ga vervolgens goed kijken naar datgene wat waardevol is hier. En dan denk ik dat dat heel nauw aansluit bij wat Ine zegt. Datgene wat waardevol is, dat moet je behouden. Vervolgens denk ik, verbeter daar waar nodig. En indien noodzakelijk, en dat zeg ik heel nadrukkelijk bij, dan pas sloop en nieuwbouw. Maar met name de pragmatische insteek, die staat voorop. En er moet nu eens een keer wat gebeuren. Het moet draagvlak hebben in alle geledingen, niet alleen van de ondernemers, ook van de burgers, alle belanghebbenden in een zeer vroeg stadium. En dat heeft er in het verleden aan ontbroken. Mee eens, Vic?
Ja, er is veel over gezegd inmiddels. Dus ik kan me bij een aantal opvattingen aansluiten. We moeten alleen voorzichtig zijn. We moeten niet dat plan nu weer alleen omarmen. Er zijn meer scenario's mogelijk. Ik denk dat we nu een nieuw plan van aanpak hebben waarin dit laatste plan ook goed past. Ik ben het eens met de conclusie van als je dat plan goedkoper kunt maken, dan heb je automatisch al iets wat je bij de bezuinigingsronde kunt inleveren. Effectiviteit, gezelligheid, best bruist, een goed dorpshart, dat zijn de ingrediënten die we centraal stellen en waar we voor moeten gaan de komende periode. Maar daar is de afgelopen raadsvergadering ook nog inderdaad ook voor gezorgd. Hè? Door de gemeenteraad uiteindelijk als collectief. Die heeft gezorgd dat dit laatste initiatief ook als een van de scenario's meegenomen kan worden. Dat was in eerste instantie was maar de vraag of dat kon. En zowel de VVD had er een motie over als D66 had er een amendement over. Om zorg dat dat een van de scenario's is. En dat is heel hard nodig. Want de afgelopen jaren, de coalitie had het in het centrumplan in het coalitieprogramma staan. Mm-hmm. En dat is niet... Ik wil toch even Vicky memoreren. Vicky had het ook over. En had meer mijn voorkeur. Om te zeggen van, het is één van de scenario's. Ja, en het plan van de jongerenpartij is ook een plan. En zo komen er nog veel meer. En laten we er in ieder geval bij betrekken. Nee, precies, één van de scenario's, zei ik ook. Het enige wat ik persoonlijk jammer vind, dat is de snelheid waarmee het plan van aanpak... Ik begrijp het wel, het moet allemaal snel. Maar waarmee dat is gepresenteerd, was het plan van aanpak. Er kwamen meer dan 40 vragen die daarop beantwoord moesten worden. Die vervolgens binnen een week eigenlijk aangeleverd moesten worden. Er kwamen 3 A4'tjes met alles en nog wat. En vervolgens werd daar een besluitvorming op, vond daar op plaats. Jammer, persoonlijk vind ik gewoon, je had dat ook, die intentieovereenkomst van plan van aanpak, fasering in de tijd, op te leveren producten, had men ook anders kunnen doen, had zorgvuldiger gekund. Ik begrijp in ieder geval dat, wat het CDA betreft, dat in de toekomst in ieder geval zo vermeden moet worden. Dat de lering is die het CDA eruit trekt. Ja, dat denk ik wel, want het gaat snelheid mag nooit ten koste van de zorgvuldigheid gaan. Nee. Ik was erg blij met de opstelling van het CDA, want de aanvankelijke tegenstem afgelopen maandag voor het nieuwe plan van aanpak veranderde door een goed gemotiveerde benadering van het college in een voorstem, zodat er een heel breed draagvlak nu in ieder geval in de politiek bestaat. Oké. Ik denk dat we daar even het centrumplan bij kunnen laten. Gaston, jij sneed net al aan de WMO en dan komen we al heel snel op AWBZ. Kun je nou... garanderen en hoe garandeer je dat dan, dat met bezuinigingen op de AWBZ toch die goede zorg bij de juiste mensen terecht blijft komen? Ja. En dat niet mensen tussen wal en schip dreigen te verdwijnen? Laat ik een eerste reactie, dat is dat ik mij zorgen maak om de commercialisering van de hele WMO. Als we zien ten aanzien van de thuiszorg, maar dat is om als voorbeeld aan te geven, maak ik me toch zorgen erom. Of af en toe niet, of men wel in de gelegenheid is om een goede afweging te maken tussen enerzijds de kosten en de kwaliteit van zorg die geleverd wordt. Ja, maar iets specifieker, hoe breng je dat dan naartoe? Dat heb ik nog niet gehoord. Hoe kun je die juiste zorg dan garanderen? De juiste zorg die wij proberen en in ieder geval ook in ieder te geven, dat is dat we in ieder geval zeker moeten stellen dat er een vangnet moet zijn voor iedereen die in de WMO terechtkomt, dat die adequate verzorging kan krijgen op alle gebieden. Ik kijk even rond. Wie? Nou, mensen die die zorg verlenen, die krijgen betaald 9 euro bruto per uur. Hè? 9,40 euro om precies te zijn. En de zorginstelling rekent 22,5 euro per uur. En dan zeg ik, dat wat daartussen zit, dat moet een veel betere en bredere bestemming krijgen. Hoe kun je daarvoor zorgen, Vicky? Door te zorgen dat we van dat aanbesteden afgaan en dat we organisaties die aanbesteden ook goed doorlichten op effectiviteit en efficiëntie. Want dat laat zeer te wensen over. Er blijft veel te veel aan de strijkstok hangen van die grote organisaties dat de mensen niet ten goede komen. Ik werd van de week gebeld door iemand met de vraag die thuiszorg kreeg. En die elke keer in een paar maanden tijd elke keer een ander tarief voorgeschoteld kreeg. En die er helemaal niks meer van snapte. Die ook de zorginstelling overigens meldde van, nou, ik moet nu weer dit betalen. En de zorginstelling snapte het zelf ook niet. Of het nou het probleem lag bij de gemeente of bij de zorginstelling of nog ergens anders. Het kwam er totaal niet meer uit. En wat dat betreft zijn mensen nog heel erg zoekende. Mm-hmm. Ja. En moet je daar...
daar ook als gemeente ook heel duidelijk in zijn. Het is goed dat we Best Wijzer hebben, want juist die één-loketfunctie die daar bedoeld is, die is denk ik heel belangrijk, juist voor de WMO-verhaal. Wie is daar verantwoordelijk voor dat het scheef loopt? Is dat de gemeente of is dat die AWBZ die niet voldoende is ingevuld? Of? Ik weet het niet. Dat was ook de vraag die ze mij stelden. Van, hoe zit dat? Want ik snap er niks meer van. Ik heb ook al allerlei brieven gestuurd. En ik heb haar beloofd van ik ga kijken of ik daar of ik het uit kan zoeken. Maar het is voor mij ook niet helder in ieder geval. Okay. Jo, onderzicht. Heb jou nog niet gehoord hierover? Nou, nee, het is een heel complexe materie. En de gemeente heeft inderdaad relatief weinig invloed. Wat wij kunnen doen is, als wij zijn verplicht om het internationaal aan te besteden. Of ja, zelfs internationaal. Dus wij moeten de goedkoopste. En dat kan ook een schoonmaakbedrijf zijn die denkt, ik heb een paar verpleegkundigen dienst. En dan hang ik daar een verpleegkundig etiketje aan. Ik zit zelf in de verpleging. En je ziet vaak dat onder bepaalde noemers een bepaalde lading gedekt lijkt te worden. Maar er komen mensen aan de deur die hebben nul kaas gegeten van goede verpleegkundige zorgverlening, zeg maar. Maar als gemeente, je hebt het aanbesteed en hun hebben ingeschreven en je hebt een aantal kwaliteitseisen aangesteld. De goedkoopste regels, zeg maar. Maar je hebt ook een aantal kwaliteitseisen aangesteld. En als je dat dan niet levert, als je dan 40 man per week verschillend aan je bed krijgt, terwijl je gewend bent om er 3 te krijgen, nou, dat is hartstikke frustrerend voor de mensen die het moeten doormaken. Ik gaf daarnet aan dat je dan eigenlijk in je aanbestedingen een efficiency- en kwaliteitseis zou moeten stellen en op basis daarvan de aanbesteding zou moeten doen. Zit daar winst in? Nou, ik wil er toch even op die statement ingaan. Ik denk dat met name gaat dat primair echt de zorg voorop moet staan. Je moet proberen om integrale zorg aan te bieden. Persoonlijk heb ik gewoon, en mijn vrouw werkt zelf binnen de thuiszorg, dat ze zegt van mensen hebben echt huilend daar bij haar tegen haar gesproken ten aanzien van. En van de een op de andere dag werden mensen vanuit de thuiszorg, werd door een commerciële instelling gedaan. Mensen konden daar wel weer aan het werk komen, maar tegen een minder bedrag. Ik denk dat juist ten aanzien van dat soort zaken de gemeente met betrekking tot de aanbesteding hele duidelijke criteria moet stellen ten aanzien van overname van de mensen vanuit de eigen organisatie die daar te werk kunnen worden gesteld tegen hetzelfde tarief. En anders krijg je dat 7 verschillende mensen bij mensen over de vloer komen. Nou, dat wil niemand. Dan voel je je echt als aapje in een kooi. Maar ook nog een sportvraag. Kunnen we jou het beste voor bakken, denk ik, Fikke? Doe maar eens. Ja? Wordt sport het kind van de rekening? Nee. Kijk, een leven lang sporten is eigenlijk de tekst en de titel van de laatste kadernota. En we willen mensen zo lang mogelijk fit houden. Dat betekent ook dat ze straks tot op hoge leeftijd in een eigen huis kunnen blijven wonen. Dus sport heeft een gigantische uitstraling. En wat mij betreft moet je de sport dus ontzien op het moment dat je bezuinigingen moet doorvoeren. De sport is te belangrijk om op dit moment aan te pakken, omdat de leven lang sporten garandeert dat je kosten voor volksgezondheid veel lager uitvallen dan wanneer dat niet zo zou zijn. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Ik vind dat na sport ook het hele verenigingsleven, dat is met name maakt dat de hele sociale structuur hier in Best, die erg sterk is, erg goed is, mogen met z'n allen trots op zijn. En ik denk dat dat zeker niet de kind van de rekening mag worden, integendeel zelfs. En met name wat Fik ook zegt, het preventieve wat van sport uitgaat. Ik denk dat het investeren daarin juist, dat er voorkomt dat je achteraf met dubbele of nog meer kosten zit. D66 heeft sport heel hoog op de agenda staan. Ik ben het wel eens met wat Fik net zei. Maar aan de andere kant hebben we nogal wat strijden gestreden de afgelopen jaren op sportgebied. Er zou een derde sportpark komen. Dat stond ook in het coalitieprogramma. Als ik het van de andere partijen hoor, van de baan. Is geen geld meer voor. Wij pleiten daar nog steeds voor. We hebben een flink debat gehad een jaar of 2 geleden over de tarivering, dus de eigen bijdrage van de sportverenigingen. Daar is toen een raadsbesluit zelfs ingetrokken en daarna gelukkig op een betere manier voor elkaar gekregen. Dus ik denk dat we sport allemaal heel erg belangrijk vinden, maar zorg dan ook dat het inderdaad dat ook in je verwezenlijkt wordt, zal ik maar zeggen. Ja. Want het is hartstikke belangrijk. Nee, kijk naar mij, maar ik wil wel wat zeggen. Want we hebben juist door allerlei interessante debatten en door allerlei goede vergaderingen hebben wij ertoe kunnen laten komen dat juist een betere spreiding van die subsidiëring komt. Dat elke vereniging subsidie krijgt naar wat hij ook verdient. En
over, ik heb geen enkel idee dat wij erop gaan bezuinigen of moeten gaan bezuinigen. Ik bedoel, als je ziet, onze sportvelden liggen, die liggen er super goed bij allemaal hoor. Onze sportaccommodaties liggen er hartstikke goed bij. En ik heb het wel eens verteld, ik kom vaak met mijn clubje hier vlak achter. Hier lang zelfs. Op heel veel andere terreinen, in vele grotere dorpen en stadjes als best is, nou, dat is schandalig en dat is om te huilen wat ik daar aantreft. En alle verenigingen die hier komen, zowel bij ons als bij Best Vooruit. Best Vooruit is bekend een eerste divisieclub of een eerste divisieniveau qua accommodatie waardig. Er zijn veel meer verenigingen dan voetbal. Nee, daarmee wil ik zeggen, mensen komen van heinde en verre sport hier in de sporthal, andere verenigingen die hier te gast zijn, die roemen onze sporthal en dat vind ik geweldig. En zo zijn er zoveel sportvoorzieningen die zo goed zijn. En ja, jij daar, wil zeggen? Hou ze even mee. Nog steeds gaan niet meer. Ik begin dadelijk over PSV. Bij deze ronde, allemaal heel hartelijk bedankt. Ik hoop dat jullie er ook allemaal van hebben genoten, thuis ook. En we gaan zo direct verder met ronde 2. Dankjewel. Dankjewel. You're multilingual, business friend. Packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and a lipstick on me bed. The mirror of reflection upon the wall. On the floor she found a sanded and the ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour when it stands, they both turn backwards, and their old meeting will devour for themselves and all so many fools. Who dares to tell the time? And the sun and moon will shatter, and the signpost seems to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You better take off your homework, 'cause your overcoat is too long.
tweede ronde met Best Open Leo Bisschops, PBB Wout Glaudemans, Best Democratisch mevrouw De Bruin en de VVD Anton Walraves. Ook van harte welkom allemaal. Ook de eerste vraag aan jullie, hoe vinden jullie dat er zo verschrikkelijk weinig, zo erg hoe dat er zo weinig mogelijk mensen stemmen? Dat er zo weinig mensen naar de stembus gaan. Nou, ik denk dat er een les voor ons in zit. Ik hoorde net in de discussie van dat is jammer en mensen maken niet gebruik van hun recht. Maar ik vind, wij moeten ook de hand in eigen boezem steken. Hoe komt het nou dat door de manier waarop wij politiek bedrijven mensen niet geïnteresseerd zijn? Laten we eerst naar onszelf kijken en dan zeggen, wat jammer. Ja. Ja, ik vind het ook, mensen geloven niet meer in politiek, omdat naar mijn mening te veel beloofd wordt. En de verwachtingen van de kiezer en van politiek ligt te ver uit elkaar. Waarschijnlijk kunnen wij ook niet waarmaken wat we beloven. Dan zeggen ze, nou, volgende keer zie je mij niet meer. Want er is toch niet van gekomen wat ik gedacht had. Antoon? Ja, 50% is weinig, maar van de andere heel kant... Weinig. Daar wilde ik op reageren. Toch ja. Één van de twee mensen gaat toch stemmen. Dus ik probeer het ook een beetje positief te benaderen. Klas van half vol en vol. Nou ja, voor mij is half vol. Ja. Dus ik probeer het positief na te kijken. En het is inderdaad, het blijft een zorg altijd om mensen te bereiken. En ik denk, de afgelopen weken, de discussies op tv, dat zaken ook lokaal niet... geen goed doen. Komt. En nou ja, goed, dat vinden we soms jammer van onze inzet en de discussies die lokaal spelen. Dus de aandacht wordt nu verkeerd gelegd. Ja, geldt dat meer voor landelijke partijen, denk je? Als je het hebt over landelijke politiek, geldt dat automatisch voor landelijke partijen. Ja, maar slaat dat terug op de gemeenteraadsverkiezingen, denk je? Ik denk dat het geloof in politiek, hè, als je discussies soms ziet over woordjes en dan tot diep in de nacht... Kan ik me voorstellen dat mensen zoiets hebben van waar gaat dit over? Ja. Wout? Nou ja, kijk, je moet vaststellen dat op een of andere manier het vertrouwen kwijtgeraakt is. Of tenminste steeds verder tanend is. En we zullen alle zeilen bij moeten zetten om te zorgen dat wat je belooft dat je ook waar maakt. Maar ook dat je het vertrouwen verdient. En dat kun je op alle soorten manieren doen. Maar laat ik dat niet uitgebreid uitleggen, want dan gaat dat te ver. Maar er zijn een aantal zaken waardoor je in ieder geval kunt zorgen dat je vertrouwen dichter bij de deur krijgt. Dat vind ik wel leuk om daar eens over te praten. Hoe wij, want we zeggen wel dat is jammer. Maar hoe kunnen wij in Best nou, als we zeggen daar zit het hem in, dat vertrouwen terug gaan winnen? Zijn dat simpele ideeën? Is dat lange termijn werk? Hoe spelen verkiezingen daar een rol? Hand in eigen boezem, maar ook ideeën van hoe kunnen we dat doen. Dan nemen we het serieus. Want anders zitten we dat riedeltje maar af te werken. En Je hoort mij zeggen het probleem. Hè? Dat is leuk gepraat hier, leuk gekoud. En die mensen die hebben lang omgedraaid. Nee, maar als je goed luistert, heb ik het woord jammer niet genoemd hoor. Ik kijk niet naar jou, maar ik kijk naar onszelf. Nee, maar laten we vaststellen. Het gaat helemaal niet over jammer. Het gaat over hoe krijg je het vertrouwen terug. Ja. En daar moeten we alles voor het werk stellen. Een aantal voorbeelden zouden kunnen zijn dat je met de gemeenteraad meer in de wijk gaat komen, dat je meer gaat luisteren naar de mensen. Dat wil niet zeggen dat je automatisch uitvoert wat de mensen automatisch willen, want zo is het natuurlijk ook niet. De grote fout die wij maken, dat is dat wij denken dat als wij het maar leuk maken in de gemeenteraad, dat mensen er komen. Nee. Absoluut verkeerd. Nee. Wij moeten naar buiten, we moeten daar waar de mensen zitten, in de wijken, in de leefomgeving. Daar moet je gaan luisteren en daar moet je sleutelen aan de oplossing. En de gemeenteraad is het sluitstuk ervan. En wij denken dat begin is. Ja, het is maar dat zien jullie dat voldoende. Als wij naar buiten gaan en dan beloven we te veel, heb ik de indruk. Wij gaan dat is precies letterlijk wat je van de kiezers hoort. Tegen de verkiezingen komen jullie naar ons. Maar als de verkiezingen voorbij zijn, zien we jou niet. Dat is precies letterlijk de uitspraak. Ja. En als we dat nou wat vaker deden in 4 jaar tijd dat we er zitten, dan hadden we de uitspraak ook niet gekregen. Misschien mag ik ook even reageren van... Goed, campagnetijd is campagnetijd. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Dus op zich snap ik die reacties, maar het is ook zo werkt het nou eenmaal. Wat doen we eraan? Onze slogan is duidelijke keuzes. Dus we proberen in ieder geval in hele korte zinnen... Zo duidelijk mogelijk aan te geven wat wij willen en ook concreet en dat ook waar te maken. Verder is een medium wat wij als VVD in ieder geval toepassen, is de moderne media. Hè? Dus wij zijn te vinden op Hives, op Twitter, op YouTube. We proberen de jeugd te bereiken met ludieke filmpjes. We hebben onze website, we hebben weblogs. Dus dat zijn nieuwe manieren om groepen te bereiken. En ik moet zeggen, maar dat is, niet iedere groep is daarmee te bereiken. Denk aan senioren, denk aan bejaarden. Als wij zeggen, iedereen weet, ik ben een fan van wijkontwikkeling. Als wij een probleem hebben in Best, kijk naar de Nieuwstraat. En je betrekt de mensen erin.
100% draagvlak. En je kunt het mooi vinden of niet, maar dat is een straat die met de mensen is ingericht. Daar zijn ze bij betrokken. Daar zijn ze 7 avonden lang in discussie geweest. En het is hun straat. In dat soort zaken zit het. Maar nu ben ik benieuwd op de vraag die gesteld wordt. We hebben de Nieuwstraat inderdaad goed voor elkaar. En zo gaan we door met de Hoofdstraat. Maar, en de mensen, maar de kern van de vraag is, krijgen we nu in één keer 80% mensen die komen stemmen? Of zijn ze gewoon tevreden met hun straat? Stemmen, dat is het eindpunt. Laten we beginnen met naar de leefsituatie van de mensen te gaan. Naar hun straten, naar hun wijk en daar te beginnen. En of ze dan daarna komen stemmen, ik zie het wel. Maar ik ben trots, ik ben blij als ze daar komen en ze daarna zeggen, het is mooi. Maar het zijn wel eigen straat. Ja, het is de eigen straat, hè? Dan moet je beginnen. Want zaten mensen vanuit de heivelden, zaten die bij dus ik bedoel, als het iemand zijn straat aankomt... We hebben nog meer vragen. Ja, jullie wilden discussie. Ja, oké, prima. Dat krijg je. Dan pak we het volgende discussie onderwerp. Doe wat gevraagd wordt. Leo Bisschops, welke keuzes moet de gemeente maken waar het om de WMO gaat, harde criteria en mensenweiger of de kaasschaafmethode? Wij gaan niet bezuinigen op de WMO. Wat is dat nou? WMO is een open uitkering. Iedereen die valt binnen die criteria, dat is net als met bijstand, die krijgt wat hij recht op heeft. Heel simpel. Oké, iedereen mee eens? Dat wil niet zeggen dat ik nergens geen idee heb over bezuinigingen. Nee, maar dit is nou een terrein, daar moet je niet aankomen. Ik maak trouwens bezwaar tegen wat net gezegd is. Als gezegd wordt dat de mensen van de ene dag op de andere dag huishoudelijke zorg krijgen, dan voel ik me echt op mijn ziel getrapt. Dat is niet waar. Tenzij dat met dat geval wordt uitgelegd, dat is echt niet waar. We hebben dat heel zorgvuldig gedaan. Mensen hebben heel veel informatie gekregen en ik ben er trots op dat de manier waarop die operatie voltrokken is, dat die voor bijna 99% goed is gegaan. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ik ben het er wel over eens dat de operatie op zich goed is gegaan, daar zou je mij niet over klagen, maar ik ben wel heel kritisch op het gegeven van wat we uitgeven aan mensen, hebben ook alle mensen die het krijgen er ook echt recht op en hoe controleert en handhaven we dat? Ik heb daar mijn vraagtekens bij gezet bij de laatste begrotingsbehandeling en die vraagtekens heb ik nog. Ik zie voorbeelden en niet het voorbeeld wat ik eerst genoemd, er zijn een aantal voorbeelden waarvan je af moet vragen of mensen die het krijgen ook het recht hebben. Ik ga geen voorbeelden noemen, want daar ga ik het ook niet om. Maar het gaat wel over de handhaving en de controle die plaats moet vinden op uitgaven van dit soort gelden. Daar zit een suggestie in, alsof dat niet het geval is. En daar ben ik ook weer op tegen. Ja, als je zoiets zegt, dan moet je man en paard noemen, want anders kan ik er niks mee doen. Ik zie WMO als een maatwerk. En dat is, kan best zijn dat ene keer dat een beetje groter gemeten is. Maar over het algemeen moet het maatwerk zijn. En ik ben ook met Leo eens. Iedereen moet recht hebben op een zorg, op een bijvoorbeeld rolstoel of wat dan ook. Maar alsjeblieft doe het maatwerk. En kritisch blijven kijken. Ja. Want dat is wel misschien mooi. Even ook ja, kijken hoe de WMO bij de gemeente terecht is gekomen. Is ook niet onze eigen keuze geweest. En het is van het Rijk overgedragen naar de gemeente met veel te weinig geld. En dan moet je roeien met de riemen die je hebt. En het is een andere partij. Maar ik wil de wethouder graag complimenten maken over hoe hij dat heeft ingevuld. Met zijn hart en ook zijn ambtenarenapparaat. En ik vind dat daar de nadruk op moet liggen. En niet op die enkele gevallen die inderdaad vervelende consequenties hebben gehad. Er zijn alle dingen die verkeerd gaan, wil je zeggen. Nou ja, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. Maar ik denk in zijn algemeenheid... Dit vind ik nou leuk, dat dit ook al in de politiek is. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Daarom is het lastig om kritiek te horen, denk ik. Nee, dat vind ik leuk. Nee, maar er zijn ook cijfers, Wout, dat weet jij. Wij hebben een landelijk onderzoek naar de tevredenheid over de uitvoering van de WMO. Vergeleken best met 460 andere gemeenten. Wij staan ruim boven het gemiddelde. Ik kan die cijfers niet veranderen. We hebben onlangs, een paar dagen geleden, hebben we een hele hoop nieuws kunnen lezen over het nieuwste centrumplan. En wij kregen de indruk, Ad en ik, dat de hele politiek zo opgelucht werd. Van, die jongens, er ligt gelukkig een uitweg hier. Klopt dat? Vraag eerst aan Antoine, want je zat meteen te schudden. Nou, opgelucht. Nee, kijk, wij zijn wat dat betreft vanuit de VVD altijd voorstander geweest van particuliere initiatieven. De laatste jaren zijn er een aantal ondernemers geweest met goede plannen. En die liepen iedere keer tegen de muur aan van er ligt een masterplan, kom over een aantal jaren maar eens terug. En dat is natuurlijk ook een typisch VVD-standpunt. Laat die ondernemers nou ondernemen, geef ze de mogelijkheden. Zeg niet wat niet kan, maar stimuleer ze proactief om kansen te pakken en samen tot iets moois te komen. En dat is ook de reden geweest waarom wij maandag met die motie hebben gekomen. Om dit plan, mensen moeten het zien, het is gewoon... Ze hebben er heel veel energie in gestoken en je wordt er enthousiast van. Wij werden er enthousiast van. Dus verdient het een volwaardige kans om meegenomen te worden
bij de scenarioanalyse. Helder. Ik dacht gelijkwaardige kansen. Ja. Gelijkwaardige kansen. Nou, wat ik wel het enige wat je, in de, of ja, de voordeel van dit plan vind ik inderdaad dat je niet te veel afbreekt, maar sneller kunt bouwen en sneller centrum aantrekkelijk maken. Dat was een van de redenen dat het plan mij zo direct aanspreekt. Je komt bijna, als je wil, bewezen van, hè, morgen aan de slag. Ja, ja. En dat sprak me aan. Nou ja, daarna Leo. Wat voor ons van belang is, is dat wij al die jaren geroepen hebben van er moet geen bouwpunt ontstaan waar we de komende 10, 15 jaar last van hebben. Als je een aantal plannen zag, dan kon dat ook op die manier niet anders dan een bouwpunt worden. Nu met dit plan, en ik zeg niet dat dit het beste plan is, maar het is een plan wat in ieder geval meegenomen moet gaan worden, is dat het in ieder geval geen bouwpunt wordt en dat we aan de slag kunnen. Okay. En dat de mensen geen last gaan krijgen van, weet ik niet wat voor problemen in het centrum. Duidelijk punt. Ik doe even een stapje terug. Waarom is dat centrumplan nodig? We weten, er is het station is ondergronds, daar ligt daar een station op een grote plak grond. We hebben bij de Prinshof een grote ruimte, we hebben rond het gemeentehuis. Best, zei de Vlaamse stedenbouwkundige, is eigenlijk, en daar ben ik het helemaal mee eens, is een gatenkaas. Best is niet af, dat moet een compact, samenhangend dorp worden. Dat willen wij. Er moet een samenhang komen tussen de stationsomgeving en het centrumplan. Zoals dat in Den Bosch te zien is, vanaf het station naar het centrum. Of in Weert, dat is één. Best wil ook een compact winkelcentrum, want het veroudert, het verloedert. Dat is niet goed. Het is niet compact. Het is heel langgerekt langs de Hoofdstraat. De ruimte die rond het gemeentehuis zit, dat is een zwevende ruimte. Daar moeten we ook iets mee doen. Dus de kern wat wij nou over centrumplan verstaan, dat is op de eerste plaats een stedenbouwkundige opdracht. Hoe maken we Best weer samenhangend? Daar gaat het om. En of er nou een bouwpunt komt, dat zien we dan wel. Maar als we dat niet meer willen, ja, dan moeten we ophouden. Ja, niet alleen samenhangend, denk ik, maar ook aantrekkelijk. En ook aantrekkelijk. Ja, maar laten we eerst kijken, zijn we het nou over dat probleem eens? Dat staat in het stedenbouwkundig plan. En ik vond dat treffend, en dat hoor je ook, Best is een gatenkaas. Dat is jammer, het is hard gegroeid. Die omgeving van het station is er nog bijgekomen. Dat vraagt om bundeling. Nou, en dat staat in het stedenbouwkundig plan. Ja, de presentatie van de stichting Ons Centrum gaat daar ook van uit. Om juist zoveel mogelijk bestaande bebouwing te handhaven. Ja. En lege plekken in te vullen met nieuwe ontwikkelingen. Om zo een kwaliteitsslag voor het geheel te maken. Ja. En dat is goedkoper, realistisch en je kunt inderdaad snel beginnen. Nou ja, dat waarbij voor mij niet automatisch een station een rol gaat spelen tot het centrum. Dat hoeft voor mij dus niet. Ik ben erg gecharmeerd van het gegeven dat je vanaf de Naaldstraat tot de Enker praat over het centrum. Dat kan allemaal samenhangen. Er moet sfeer en gezelligheid zijn. Dat is erg belangrijk. Maar het gebied moet niet te groot worden. En ik ben bang dat, en daar ben ik trouwens van overtuigd, dat als het station erbij gaat betrekken, ik ben niet overtuigd dat vanuit het station de mensen gezellig komen winkelen in Best. Daar geloof ik niet. Nee, de meningen zijn helder. Meningen zijn gewoon helder. Ja, we gaan echt door. Er moet flink bezuinigd worden. Dus de OZB, de hondenbelasting, betaald parkeren. Kunnen we allemaal in gaan voeren? Nou, hondenbelasting wel. Ik ben er voorstander van. Vervuiler betaald. Want als je nou. Betaald parkeren hoeft niet direct. Maar je kunt ook kiezen om inderdaad wel te laten betalen. Maar niet zo hoge gekke bedragen als 6 euro of wat dan ook. Betaald parkeren ben ik niet absoluut tegen of ten voor. Ik zou ook niet gaan pleiten. Maar hondenbelasting ben ik zeker voor. En als je dan ziet. Ondanks dat we honden toiletten hebben, wat voor dingen op de straat liggen, nou, daar wil ik niet over beginnen. Ik vind het ook een hele vreemde, weet je. Als je goed kijkt naar de hondenbelasting, dan is dat peanut in het hele verhaal. Wij komen in Best in de komende jaren miljoenen tekort. Daar weten we nog niet eens wat dadelijk in september het gemeentefonds minder gaat doneren in onze kas. Dus de hondenbelasting is voor mij een peanut in het geheel. Trouwens, wij als partij zijn helemaal niet voor de hondenbelasting. Want dat geeft alleen maar een hoop belasting. Oké, best democratisch voor hondenbelasting. Precies. Maar het gaat tegen de hondenbelasting. De hondenbelasting. Nee, maar goed, het gaat niet om de OZB. Daar gaat het helemaal niet meer over. Dan zullen we toch op OZB moeten. Nee, daar kun je dus niet op. Kunnen we er niet op bezuinigen? Daar kun je niet op bezuinigingsoperaties mee houden over miljoenen. Moet je concreet gaan kijken. Ik wil er heel helder in zijn. Er zal echt bezuinigd moeten worden. Ja. En ik ben heel kritisch naar partijen en ook naar onszelf die van alles beloven. Er moeten BOA's bij, het theater moet erbij, er moeten meer sportterreinen erbij. Ik vind het prachtig, ik doe aan dat feest niet mee. We moeten echt voorzichtig zijn in het als het gaat om uitgaan. Waar kun je op bezuinigen? Dat is niet op de hondenbelasting, dat is niet op de OZB, dat is flinterdun. Maar dat zal waarschijnlijk in de sfeer van de subsidies moeten. Wij betalen in de volle breedte 7 miljoen aan subsidies. Dan moeten we eens heel kritisch kijken of die nog doelmatig wordt uitgegeven.
ambtenapparaat doelmatig is ook een beetje goedkoop. Moet je altijd doen, kan altijd. Wat ik wel heel belangrijk vind, dat is, wij hebben voor de WMO, de uitvoering, en voor de WWW en voor de WSW, dat zijn allemaal trajecten om mensen die anders aan de rand van de samenleving komen, om daar wat mee te doen, denk ik dat wij, de organisaties die het moeten uitvoeren, zijn er te veel. Daar hebben we de Omslag, daar hebben we de WSD in Bokstel. Daar hebben we Stichting Welzijn Best, daar hebben we TODO. Dat is veel te ingewikkeld. Ik heb al gezegd, inderdaad, jongens gaan een beetje dichter bij elkaar zitten. Dat is efficiënter en dat bespaart een hoop geld. En ja, dat is lef, maar die heb ik. Reactie van Antoine. Ik heb ook lef. Nee, maar OZB, dat is iets waar wij van uitgaan dat dat gelijk blijft. Maar we sluiten het niet uit, want dat is natuurlijk, daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Wij denken dat de bezuinigingen inderdaad in eerste instantie op andere dossiers te halen zijn. Hè. Dus subsidiebeleid is er één van. Efficiënter werken, prioriteitendiscussie, wat wel, wat niet. Geen franje, doe de dingen waar de gemeente voor bedoeld is. Dat is natuurlijk ook vanuit de VVD een standpunt natuurlijk. Hè, van laten mensen vooral zelf doen waar ze goed in zijn en wat ze willen. En gewoon faciliteren, ondersteunen. Kijk, hondenbelasting en parkeerbelasting, daar zijn natuurlijk peanuts. Ja. Het invoeren van betaald parkeren, daarvan hebben wij gezegd van dat is pas aan de orde. Als er ook echt voorzieningen gemaakt zijn in een nieuw centrumplan. Als je het hebt over een dure parkeergarage. Dan kan ik me er iets bij voorstellen dat je daar lage tarieven voor gaat vragen. Maar niet eerst invoeren en dan pas voorzieningen aanleggen. Ik denk dat de kracht van nu, van de boothoek, is dat het niet betaald parkeren is. En dat er om die reden nog steeds veel mensen komen. Ik denk daarnaast van, jij noemde het net sociale zekerheid. Dus door jullie partij ook al regelmatig genoemd. Zeg ik dat, sociale zekerheid? Nee, dat dacht ik. Dat zeggen we. Dat is de goede binnenkom voor mij. Ja. Anders dan ik denk het. Zo doe je dat. Ik kijk heel vaak naar buiten of zo doen ze dat wel eens. Nee, maar wat ik belangrijk vind, is net ook iets over de minima gezegd. Ik deel het standpunt van het CDA dat we de minima moeten ontzien. De minima zijn bij mij veilig, WMO ook. Maar ik wil wel zeggen dat op het terrein van de sociale zekerheid moeten wij eens heel kritisch kijken of het daar terecht komt waar wie er behoefte aan heeft. En wij moeten ook heel streng zijn waar het onterecht komt. Daar zit nog wel een behoorlijke winst. Ik heb het over mijn eigen portefeuille, maar als de nood hoog is, moeten we daar heel kritisch worden. Ze krijgen wat ze nodig hebben. Meteen maar daarop aansluiten, heel kort. Omdat je ook natuurlijk kunt kijken naar waar kun je dubbelslagen maken. En zo loopt er onder andere het project culturele cultuureducatie, de Marktplaats voor Cultuureducatie. En dat is sinds 3 jaar. Binnenkort loopt de provinciale subsidie af. En dat is einde project, tenzij de gemeente extra investeert. U vindt allemaal onderwijs heel belangrijk, allemaal cultuur heel belangrijk. Zou je dan die investering in deze tijd überhaupt kunnen overwegen? Je praat over 15.000 euro of zo. Beste jongen, het is geregeld. Ja. Oké. Het is geregeld. Ja. Nee, want wij hebben die subsidie verlengd tot 2012. Dus eergisteren in het college geweest. En de werkgever wordt Stichting Puls, de nieuwe organisatie. En ik heb gezegd, ik wil nog 1 jaar dat doen. En daarna moeten andere participanten die marktplaatscoördinaten gaan betalen. Kijk aan. Dan ben je blij, zeker, hè? Ja. Nou, het gaat niet om mijn blijheid. Ik stel gewoon een vraag. En je antwoord met dingen die wij onmogelijk konden weten. Nee, aan. Nee, nee, goed. Maar zo'n vraag heb ik gedaan. Nee, maar dat konden wij ook niet weten. Dat we gisteren over het college van BNW gesproken. Ja. Dat kan geen antwoord. Daar kan ik wel kort in zijn, dat moet niet zijn. Maar ik vind wel, het ging het geven over de parkeerbelasting. De parkeerbelasting. Dat vind ik wel belangrijk. Over betaald parkeer en de best. We moeten wel erg kritisch blijven over het gegeven dat als we zorgen dat de Intercity station komt, dat er inderdaad veel geparkeerd wordt rondom het station, dan kan het niet zo zijn dat ten behoeve van Eindhoven Airport mensen daar gratis komen parkeren en wij als inwoner van Best bij de boothoek moeten betalen. Ja, dan moeten we de zaak goed in de gaten houden. Dat vind ik wel. Ja, je kunt ook niet rondom het station betaald parkeren doen. Dat is het station is juist om te stimuleren dat mensen openbaar vervoer pakken. Misschien nog heel even over die cultuureducatie, want meneer Bisschops die zei net, we moeten hier niet van alles gaan roepen wat we allemaal gaan doen. Hè. Nu doet hij het zelf, maar heeft het ook waargemaakt. Dus, maar ik vind wel van, als je dit soort vragen stelt, we hebben straks een enorme bezuinigingstaakstelling. En dat betekent, wij willen heel veel, maar we kunnen niet alles. Dat je zaken ten opzichte van elkaar moet afwegen en dan tot verstandige keuzes moet komen. Want het is heel gemakkelijk om hier nu alles toe te zeggen, dat moet gebeuren. Maar ook dit, vind ik, dat moet op de stapel. En waar leg je dan je criteria? Nou, wie legt welke criteria? Want dan wijs ik even naar het begin van onze discussie. Precies. Is dat iets wat zich nou in het gemeentehuis afspeelt?
En er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. Op wat voor manier betrekken wij de mensen en dat bij het maken van heldere keuzes. Ik zou echt voor het laatste zijn, want ik denk dat ook mensen in staat zijn, als je je reële alternatief voorlegt, dat ze ook beter in staat zijn de gevolgen te accepteren. Betrek je ze er niet bij, dan loopt het proces heel anders. Ja. Maar dat vind ik dan ook vooral een taak van het college en het ambtenarenapparaat om zaken voor de raad helder in beeld te krijgen. Zodat wij duidelijke keuzes te maken. Meneer Zaken, lijkt het daarmee eens? Wout? Nou, ik vind het, ik blijf het lastig vinden. Kijk, je kan wel zeggen, als je de mensen erbij betrekt, dan zijn ze bereid om de gevolgen makkelijker te dragen. Daar geloof ik niet in. Want volgens mij hebben we tegenwoordig een individualistische maatschappij. En alles wat bij mij in de buurt gebeurt, wil ik vooral niet aan bijdragen. Want dat is toch wat ik momenteel beleef. Dus het is idealistisch. Ik geloof nooit, zoals Leo zegt, van als ze het maar bij betrekken, dan dragen ze die gevolgen. Maar het gaat over minder geld. Nee, maar concreet, dus daar geloof ik niet in. Als je er nou vanuit gaat, en ik ga er vanuit, dat wij qua sportvoorzieningen, er is altijd nog wat te wensen, dat wij een redelijk niveau hebben, dat wij qua onderwijsvoorzieningen, dat het er netjes uitziet. Aanstaande vrijdag gaan we het nieuwe Heerbeek College opleveren. Als het gaat over maatschappelijke voorzieningen, dat het er iets minder netjes uitziet. Als je die keuze voorlegt van mensen, we moeten op dat soort terreinen, sport, onderwijs, cultuur of maatschappelijke voorzieningen, keuze maken. En ik heb 1 miljoen. En ik leg uit wat de consequenties zijn voor die mensen. Nee, Wout, wij moeten de mensen echt serieus nemen. Nee, maar dat doen we ook. Dat is geen kinderspel, die kunnen nadenken. Dat doen we ook, maar de mensen zijn autowijs genoeg om te reageren op basis van hun eigen portemonnee, want daar gaat het over. Of van de vereniging. Meestal omdat je mensen ook wel te laat weten. Beste mensen, wij moeten langzaam dit toch afronden. Oh, dus ik kan niet meer de discussie. Ja. Er zijn duidelijke verschillen tussen de vier partijen en tussen de andere vier partijen ook naar voren gekomen. Hartelijk dank ook jullie. Net als de anderen, veel succes. 3 maart. Dankjewel. Iedereen bedankt voor het kijken. Iedereen die buiten en binnen de camera's was, daarvoor bedankt. Ik wil een simpel toon bedanken. Ik ga volgende week allemaal stemmen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dank u wel.